komende winter zal er mogelijk een tekort zijn aan elektriciteit in België omdat 3 kerncentrales sluiten. We proberen nu al zoveel mogelijk stroom te besparen, zodat het afschakelingsplan niet nodig zou zijn. Johannes Lavijne van de Universiteit Gent geeft ons alvast enkele besparingstips. Maar wat als het afschakelingsplan dan toch wordt uitgevoerd? De stroompannen kunnen zo'n 2 à 3 uur duren. We vroegen ons af hoe jongeren zich dan zullen bezighouden. Huisuit maken zonder elektriciteit, lukt dat nog wel? Tijdens de stroompannen kunnen we nog steeds online contact houden met elkaar. Al lijkt het alsof jongeren deze sociale media niet echt nodig zullen hebben. Je hoort het goed, jongeren zullen best wel overleven zonder elektriciteit.